Leiden heeft de historische binnenstad hoog in het vaandel staan. Die moet er picobello uitzien en dus zijn politiek en horeca het eens dat er dan bijvoorbeeld geen witte plastic stoeltjes op de terrassen moeten staan. Maar sommige terrasregels blijken toch te streng te zijn. Er worden uitspraken gedaan over kleur, er worden uitspraken gedaan over wat voor een opstelling, wat voor een bank, wat voor een stoel je wel of niet zou kunnen hebben. Dat gaat te ver. En dat gaat te ver. En dat vindt ook deze horecaondernemer die vorige week al aan de bel trok. Hij is bang voor omzetverlies omdat hij zijn windschermen weg moet halen. En hij is niet de enige met zorgen. U heeft veel contact met horecaondernemers, wat hoort u zoal? Nou, vooral zorgen. Wat mag ik nou wel, wat mag ik nou niet doen? Ik begrijp de regels niet helemaal. Als ik ze wel begrijp, dan remt me dat eigenlijk in de investeringsbereidheid om iets moois neer te zetten voor de toekomst. Dus men bevriest vooral nu. Weet niet zo goed wat ze mogen, wachten af wat het antwoord is vanuit de gemeente. Ja, en dat stokt. Op het oog zien deze terrassen er prima uit, maar toch behoren ze niet tot de vijf die de boel wel op orde hadden. De VVD in Leiden wil onderzoeken waar het nu precies misgaat. Het CDA gaat nog een stapje verder. Als nou blijkt dat wij het niet bij het goede eind hadden en dat het op dit moment knellend werkt voor ondernemers in onze stad, dan moeten we ook zo professioneel zijn om ze terug te nemen en te zeggen, daar gaan we ze veranderen. Het CDA wil er nu via een motie voor zorgen dat de problemen met de terrasregels nog voor de zomer besproken worden in de gemeenteraad.